Woensdag. Ik moest even nadenken. En het is nog een beetje donker. Maar we gaan zo naar Heerenveen. Even een gaatje boren bij de muntflats. He, dat zijn die hoge flats. Er staan er 3 van in Heerenveen. En dan moeten we de linker daarvan moeten hebben. We zijn er al eens eerder geweest. In dat gebouw waar ik heb gefilmd. Alleen dan was het op de 7e verdieping. Even een gaatje van 80. Volgens mij door de wand voor een waterleiding en afvoerbuis en zo. Dat soort dingen. Ja, het is eigenlijk... Als je nagaat, het is 8 uur nu, maar het is hartstikke bewolkt. Maar normaal gesproken is het al redelijk licht. Alleen vandaag niet. Maar goed, wat zullen we wel lichten. Geer, breng even karretje terug. Ik had net eventjes zand gehaald hier bij de praxis voor morgen. En we waren klaar in Lemmer. Dat was het tweede adres. En we eventjes bij Buma reparatieasfalt gehad. Dus wat we kookasfalt noemen. Want de opdrachtgever die vroeg mij of ik zand mee wil nemen. Dan kan ik beter ook gelijk koud asfalt erbij meenemen. Maar ik heb daar een emmertje staan, maar daar heb ik niet genoeg aan. Maar er zijn 24 graden morgen. Vandaar. Dus we hebben in ieder geval spulletjes vast voor morgen bij ons. Gaan we nou naar de werkplaats, even de watertank vullen. En dan zoeken we een plekje voor de dag. We hebben een plekje gevonden. Weer op dezelfde plek bij Werden. Waar we ook versierd werden. Hè? Dat de hele auto versierd is toen we 40 jaar getrouwd waren. Dezelfde plek. Ik altijd een leuk plekje. Mooi uitzicht. Schaapjes in de verte. Daar een zwaan. Oh, mijn jongen. Kijk eens wat een zwaan daar. Zijn er wel 100, denk ik. Dat is mooi om te zien, hè? Nou, morgen gaan we dus die klus doen. 24 graden in het asfalt. Wat we vorige week donderdag en vrijdag zouden doen. Dus die doen we deze week donderdag en vrijdag, hè? Dus morgen en vrijdag. Daarvoor was dus ook dat asfalt, dat koud asfalt en zand. Nou, leuke vooruitzicht voor een leuke klus. Het is vrijdag. En je zult wel denken, wat is er gisteren dan gebeurd? Maar gisteren hebben we hier gaten geboord op die weg. Het hele stuk tot aan Winsum. En hier begint ergens Drongrijp. Die kant op. Maar er was zo'n hectische dag. Het was druk op de weg. En we moesten eigenlijk die gaten er allemaal in hebben. Dus ik heb helemaal geen tijd gehad om de camera even aan te zetten. Ook verder helemaal niet aan gedacht. Gewoon door de drukte. Maar goed, nou blijven er nog 7 over. En die gaan we vandaag even doen. Het was inclusief de funderingslaag, hè, de puin wat eronder zit, zeg maar. Was een halve meter waar we eruit moesten halen. Dus vandaar dat we het niet klaar hebben gekregen. Maar goed, hebben we ook nog eventjes wat te doen natuurlijk, hè, op deze vrijdag. We zijn klaar met boorwerk. En ja, dit aggregaat, hij is kapot. Waarschijnlijk. Er kwam in één keer een rook uit, dus ik denk dat hij stinkt dat ding. Ik denk dat hier dit aggregaatgedeelte, zeg maar, dat hij nou is overleden. En dan hebben we nog zo'n aggregaat staan. Kunnen we hieronder zetten. Maar we hebben dan een heel tijdje over zo'n 2000 watt fluisteraggregaat. Om die dan erbij mee te nemen. Zo'n kist, hè, zo'n zolderkist als daar. Om die hierbij onder te doen. En dan kan dat aggregaatje daarin staan. Maar we gebruiken het toch niet zo vaak. En dan staat hij niet vol in zeg maar het water wat van het wegdek afkomt, hè? Zoals bij deze. Maar deze ziet er niet meer uit natuurlijk. Dus we gaan even testen. We zijn bij Sheepshop. We zijn wel eens vaker geweest. Sheepshop.nl. En die gaan nou even zo'n ding proberen. Hij doet het wel, maar hij is te licht. Hij had hem net lopen. Ja, sorry dat ik het niet gefilmd heb. Net gaat dat lampje branden, overload. En toen zei hij al, dat kun je beter niet doen. Dus dan moeten we eigenlijk een zwaardere hebben, een 3000 watt. Maar die hebben ze nog niet. Die komt er binnenkort wel. Dus dan moeten we nog een keer weer terugkomen. Gerrit van der Haas stuurt mij net een mopje. Wacht even nog. Even de leesbril erbij op. Mijn vrouw werd vanmorgen wakker. En zei... Ik heb vannacht gedroomd dat ik bij de Lidl was. Oh, zei ik. Ik heb gedroomd dat ik het met 3 vrouwen tegelijk heb gedaan. Zij vroeg, was ik daar ook bij? Nee, jij was toch bij de Lidl? Zoals jullie weten, eten wij plantaardig. En de meeste mensen die hebben moeite om zuivelproducten te laten staan. Hè? Vooral kaas.
En ja, dat is ook wel een beetje logisch, want in kaas, als je kaas hebt, dat is, ik geloof dat er 10 liter melk in 1 kilo kaas gaat. Dus al die stoffen, zeg maar, die verslavende stoffen, om het kalfje verslaafd te maken aan de moedermelk, hè, van de koe. Al die stoffen, die zitten dus maal 10 in kaas. Dus dat is wel logisch. Alleen, ja, hoef je dat niet meer te missen, want je hebt zoveel plantaardige kazen. Dat is echt onvoorstelbaar, zoveel soorten. Maar, wat ik zeg maar nog miste de hele tijd, is een eitje. Kijk, een rechthoekig eitje. En dat is, ja, misschien is er al een tijdje hoor, maar ik zag het vorige week pas. En we hebben nou pas kunnen bemachtigen, want het was iedere keer uitverkocht. Dus het, waarschijnlijk loopt het heel hard. Plant-based egg staat erop. Nou, het schijnt dat het een, ja, de substantie heeft van een ei, gebakken ei. Hè, roerei eigenlijk, want het schijnt helemaal geel te zijn. Ik heb het nog niet gezien, hè, het zit nog dicht, die verpakking. Maar ik heb een video gezien van, god, hoe heet dat kanaal ook alweer? Wat eet je dan wel, heet dat volgens mij. En dat sprak mij aan, want ik dacht, wat eet je dan wel? Dat hoor ik wel zo vaak. Als ik zeg dat ik bepaalde dingen niet eet, wat eet je dan wel? Maar die had het dus geprobeerd en ze zegt, er zit helemaal geen smaak aan. Maar als je dan kijkt, om dus een ijsmaak te krijgen, dan moet je zeg maar die zwavelsmaak, hè, dus het zwavelzout. En dat gebruiken we wel vaker, Kalanamak heet dat, of zwart zout, zwavelzout. En nou, dat zit hierin. Alleen, dat werkt niet. Hè? Als je dat zeg maar erin doet, en dan hebben ze misschien ook heel weinig erin gedaan, en je gaat dat eitje opbakken, dan is die smaak is uiteindelijk weg. Je moet het eigenlijk vlak voordat je het opeet, moet je het eroverheen doen. En we hebben ja, nog een heel klein beetje van dat zwavelzout. Kalanamak. En toen dacht ik, we moeten eigenlijk wat bij hebben. Dus toen waren we net bij de toko. En daar hebben we dus weer zwavelzout gekocht. Dus die ga ik straks even proberen. Maar eerst even wat anders. Want voordat ik dit ga proberen. Dit lijkt me heel lekker. Maar ik weet nog niet zeker of het echt lekker is natuurlijk. Dat doe ik dan op een beetje rijst. Ga ik dan maken en dan een eitje eroverheen. Ja, dat lijkt me wel lekker. Maar wat ik echt heel lekker vind, ik weet niet of jullie dat weten, maar wat ik echt heel lekker vind is durian. Ja, dat is het allerlekkerste. Dit vind ik echt het allerlekkerste. En het is een, zeg maar, ze hadden daar niet de hele vrucht. Die is wat puntig. Ik heb wel eens een keer mensen gek aangestoken dat ik zei van kijk eens, ik heb een egeltje gevonden. Dan trappen ze er nog in ook. Maar als je de binnenkant ziet, dat is echt zo'n vrucht weer, wat je dan, ja, die kun je gewoon met de handen aanpakken en gewoon zo opeten. Dat is heerlijk, echt. En er zit daar een redelijk grote pit zit er binnenin. Maar hoe groter de vrucht, hoe groter de vrucht, zeg maar, hè, de buitenkant, hoe groter de vrucht ook aan de binnenkant, hè, dat eetbare. En deze, ja, ik vind het echt lekker. Het is echt heerlijk. En niet iedereen met me eens. Sommigen vinden het heel erg stinken. Dus één van de twee. Of ze vinden het stink, of ze vinden het heerlijk, zeggen ze. Maar zoals Gea, die vindt het niet heel erg lekker, maar ze vindt het ook niet vies. Maar als ik nou zeg, moet je een stukje? Dan zegt ze, nee, hoeft niet. Eet maar lekker op. Echt lekker. Het is alweer op. 4 pitjes over en dan nog, ja, er zit wat een beetje een hard stukje aan, zeg maar. Wat ik, ja, dat vind ik niet zo lekker komen. Maar het was weer heerlijk. Dat is eigenlijk alweer te lang geleden. Ik denk dat het wel 3-4 jaar geleden is, volgens mij, of niet? Misschien ook wel 5 jaar geleden. Dat ik voor het laatst durian heb gehad. Want daar, normaal kochten we het altijd in Heerenveen bij de toko of zo, als we ergens onderweg waren. Hè? Op een Raw Food Festival of zo. Dan kocht ik hem altijd. Ze zijn niet gekocht trouwens. Het is misschien wel het duurste eten wat je kunt bedenken, hè? Qua kilogram.
Als je zo'n grote durian hebt, zo'n, nou ja, zoiets, zeg maar, net een voetbal, of ja, iets meer zo'n rugbybal, hè? Ja, is ver groot. Ja, dan ben je zo tussen de 40 en 60 euro kwijt. Ja, je hoort goed, tussen de 40 en 60 euro. Schandalig, hè? Maar deze zijn stukken goedkoper, maar ja, dan nog. Als je dan kijkt, één maaltijd, deze vier dingen, volgens mij kost het iets van rond de 10 euro, volgens mij. Ja, gezien waar het wegkomt. Ja, het moet natuurlijk van ver komen. Maar oeh, wat heb ik weer lekker genoten. Heerlijk, dit is echt lekker. Als je nieuwsgierig bent, ik zal het een keer proberen, meen ik echt. En als je het niet lekker vindt, dan kun je het altijd nog aan iemand weggeven, hè, die het misschien wel lekker vindt. Onze hondjes vonden het ook altijd lekker. Ja. De hondjes die, nou echt, als dit zeg maar op de aardig lag, dan waren ze niet bij het aardig weg te slaan. En als ik het dan op had, dan kregen zij natuurlijk ook altijd een stukje. Ik ben het eitje aan het bakken. Kijk nog eens. Net een roe ei. Heel apart. Dan zie je, of de rijst moet ik zeggen, is klaar. En dan doe je dat erbovenop. Ja, ik ben benieuwd hoe het smaakt. Toch een stuk. Ja. Lekker. Je moet het alleen een beetje langer in de pan houden. Als je het eerst in de pan doet, dan denk je er wordt helemaal niks. Maar het moet even iets langer erin. En dan, ja, dan is het echt een gebakken eitje. Je moet het alleen niet te vaak doen, hè, want het is nogal prijzig. Ik denk dat je zo'n twee eitjes maakt met zo'n ding, met zo'n pakje. En dat kost normaal 3 euro, dus 1,50 euro per ei. Alleen nou was het 1,50 euro per pakje, hè? Ja, dat was op de bonus. Dat was op de bonus, ja, bij de appie. Dus ik denk dat we het alleen maar gaan doen als het op de bonus is. Ja, misschien wordt het in de toekomst ook wel voordeliger. Dat is wel vaker, hè, met dit soort producten. Het is zaterdagochtend. Het is nog een beetje bewolkt, maar daarachter daar zie je toch weer de zon er een beetje bij komen. We hebben vandaag één klus. Twee gaatjes vlakbij Leeuwarden. En van daaruit gaan we naar de boot. Dat is een heel ander uitzicht, hè? Ja, ik ben alweer op de boot. En hier achter ons lag een woonarkje. Daar ligt nog eentje. Die zou binnenkort ook wel weggaan, denk ik. En daar stond rechts in die hoek stond een staakcaravan. Daar woonden ook mensen. Dus er woonden, ik weet niet hoeveel mensen. Ik wist dat helemaal niet. Ik dacht dat er gewoon af en toe wat kwamen of zo. Aanstoven dat er daar wel eens mensen waren. S'avonds. Ja, dat zijn wij hier niet natuurlijk. Maar het is alleen dat arkje nog. Dus deze is weg. En de staakcaravan is weg. Ook waar. Ja, er is. Je moet nooit iedereen over één kam scheren, zeg ik altijd. Maar er is wel eens ingebroken hier in een van de schepen. En dan werd er hier op de haven gezegd dat het mensen waren die daar wegkwamen. Dat is natuurlijk heel makkelijk met een klein bootje. Vaar je zo hierheen, hè? Het is maar een meter of 8 breed, dat water. Maximaal, misschien 6. En dan zijn ze natuurlijk ook hier. Op de wal. Hier moeten ze al een raam inslaan of zo om binnen te komen. Maar bij de meeste boten is het een tentje die je zeg maar een rits los doet en je bent aan boord. Ja, en dan heb je. Wij hadden dat toen tenminste. Dan hadden we, hè, met de ritsen ben je in de open kuip, doe je rits weer dicht, ziet niemand je. En dan, als je dan zeg maar echt in de boot wilt, dan dat is een heel klein slotje. Ik zei ook wel eens, ja, met de schroevendraaier erachter dan heb je hem ook open. Dus die zijn gewoon, ja, dat is makkelijk in te komen, dat zou ik zeggen. Dus ik was niet zo bang dat ze bij ons binnen zou komen, maar... Ach ja, toch wel, een verbetering, denk ik.
Niet voor hun natuurlijk, dat ze hier weg moest. Maar ja, nee. He, maar toen, ik, zeg maar, toen we hier kwamen, toen hebben we ook beide buiten boord moeten er gewoon achter. En toen zeiden ze gelijk al die moeder erachter weghalen, want die hand zit er zo achter weg. Dan ben je ze kwijt. Dus ja, nou kun je misschien straks toch nog eens keer een motorretje laten hangen, hè, aan de boord. Nou, ik zou even van alles doen vandaag hier. Ik heb hier nog hout liggen. Dat moet namelijk daarachter nog. Ja, je kunt wel zien, ik heb alleen dat linker gedeelte nog maar vastgemaakt. Helemaal links daar. Die plank die is niet helemaal door. Hè? Dus die loopt niet helemaal tot achteren. Dus daar moet een nieuwe bij komen. En de andere kant ook. En dan wat ik daarvan over heb, begin ik alvast wat met de kist te maken. Want ik wil dan zo dat de dieselmotor... Ah, dieselmotor. De dieselkachel, die staat daar nog in de doos. Dat die dan in een kist komt. En dan ja, lekker beschermd. Hè? De accu erbij in. En een watertankje erbij. Of een dieseltankje erbij in. Moet even kijken hoe ik dat doe. Nee, want ik moet namelijk naar binnen hier. Even kijken. Nou, dus als die zeg maar aan die kant komt. Daar zo. Die kant van de boot. Dan komt hij hier onder het toilet. Komt dan de slang naar binnen. En ja, dan moet hij eigenlijk doorlopen. Dat hij dan zeg maar hier weer naar boven komt. Bij de keuken. En dat is 1,5 meter zo'n beetje. Nee, iets meer. En ik weet niet of er 1,5 meter slang bij zit. Volgens mij niet. Ik zal even kijken. Even, hier hebben we de dieseltank. Dan zit hier de kachel in. Daar zo. Mooie roze. Met afstandsbediening en zo. En dan. Even kijken. Nou, dit is het allemaal. Dan heb ik dit stuk. Dit is het enige wat ik heb. En dan het theestuk natuurlijk, hè? Maar die hoef je niet te gebruiken. Roostertjes. Die uit de vloer kan. Dan moet ik even kijken. Ik zet even de camera hier neer. Het is geen 1,5 meter. Maar ik weet, je kunt ze uittrekken. Nee, deze kan je niet zo ver uittrekken. Zeg. Ja, als je hem zeg maar ja, echt goed uittrekt, dan is hij ietsjes langer. Maar dan moet ik dus even wat op versieren. Een van de buisjes van deze maat. Even kijken. Binnenwerks is dat 70. Dat is het. Dit is het engel. Ja, dus dan moet ik zo'n buisje. En die is buitenwerks. Oh, hoe kan dat nou dan? Is 75. Ja, 75. Dan kan dit toch nooit 70 zijn? Nee, dus ook 75 binnenwerks. Hier was die een beetje ovaal waar ik gemeten heb. Dus dan moet ik eerst zien dat ik zo'n. Een buisje van 75. Een regenpijp is ook 75, maar dit, ik denk dat die smelt. Dit is een heel andere kunststof dan van een regenpijp. Dat moet eerst, voordat ik hiermee verder kan. Nou, dan heb ik hier nog allerlei dingen liggen. Nog extra slang die we hebben gehaald laatst. Met slangklem. Dat is voor dit kleine kraantje. Dus het kraantje voor drinkwater. Deze. Die moet nog aansluiten. Maar als ik heel eerlijk ben. Het is frisjes. En voordat ik het hier onder warm heb.
dat ik onder de vloer kan kruipen, zeg maar. Maar als ik kan niet met de jas aan onder de vloer. En als ik een t-shirt heb, ik moet eigenlijk een t-shirt eronder. Omdat het anders een beetje te krap is. Maar dan moet eerst de kachel branden. En dat het een beetje warm is. En voordat ik de kachel kan laten branden, heb ik natuurlijk een langere buis nodig. Dus alles valt in staat met die buis. Nou, wat hebben we nog meer? Wat ik kan doen, dat is de kabel, de bedieningskabel voor de motoren. Die kunnen er ook aan. En dan heb ik ook nog de bedieningskabel voor het stuur, hè, om de motor te sturen. Maar ook dat moet allemaal onder de vloer, dat gaat zeg maar door de kelder heen. En ik heb daar van het Elektra buis liggen, van een grijze. Dat is geloof ik iets dikker dan de gele. En daar gaan die bedieningskabels doorheen. Dus die ga ik dan vastmaken aan de onderkant van de balken. Hier in de kelder. Zodat ze zeg maar van daaruit mooi geleiden naar de achterkant van de boot. Maar net wat ik zei, daar is het nou te koud voor. En dan heb ik natuurlijk ook nog wat werk hier buiten, hè, wat ik al zei. En ja, gewoon een aantal dingetjes, maar dan moet het eigenlijk een beetje mooi weer zijn. Je ziet ook Gea is ook niet mee. Die zit in de auto. En ja, hoe zeg ik dat? Ik heb vroeger altijd, of laat ik zo zeggen, ik heb nooit vertrouwen gehad in de hele pensioen gebeuren. En dan vroegen ze mij wel eens, van, ga je niet sparen voor je pensioen? Ik zei, nou, ik weet niet, maar ik heb het idee dat als het zover is, tegen die tijd, dat gevoel heb ik tenminste, dat je dan eigenlijk niks meer hebt aan je pensioen. Dus ik heb nog geen pensioen gespaard. Nee, extra gespaard, moet ik zeggen. Maar dan blijkt dus dat dus bij de werkgever dat het wel is gebeurd. Ik ben natuurlijk niet altijd zelfstandig geweest. Ik heb ook al een tijdje in loondienst gezeten. En dan krijg ik een klein bedrag pensioen voor straks. Voor mij is het €140. Maar als ik dat nou eerder laat uitbetalen, dus dat ik vroeger met pensioen ga, en dan krijg je dat zeg maar vanaf volgende maand geloof ik, totdat ik zeg maar officieel, hoe noemen ze dat, AOW geloof ik, hè? Ik ben altijd in de war met WAO en AOW. AOW. Hey, dat kan pas met 67 en een maand, was het volgens mij. Of de overheid moet nog beslissen dat ze het eerder gaan doen. Dus dat ik toch met de 65 met pensioen kan. Hey, of met pensioen niet, maar de AOW ontvang. En dan in verband met zwaar werk. Hey, mensen die zware beroepen hebben, zeg maar, die zo'n eerder kunnen. Maar dat is nog niet zeker. Je leest er wel het een en ander over. Maar het is volgens mij nog nergens echt gezegd. Hè, door de overheid. Dus. Waarschijnlijk 67 in één maand. Nou, dan krijg ik dus vanaf volgende maand tot 67 in één maand. Krijg ik een hoger bedrag. Volgens mij was het bijna €500 of zo. Per maand. Alleen. Dat wordt afgeraden, want daar betaal je heel veel belasting over, zeggen ze dan. Inkomstenbelasting. Maar we betalen bijna geen inkomstenbelasting, omdat wij heel laag inkomen hebben. Dus voor ons zou het wel gunstig uitvallen. En die formulieren, zeg maar, ja, Gea moet daar toestemming geven. Ja, dat kan ik niet alleen. En dat gaat dan weer via de DigiD, dus een heel gedoe allemaal. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken, ja, eigenlijk is het al een lang verhaal, hè. Maar Geer, die zit ook in de auto en die vult dat soort dingen allemaal even in. Ze zeggen, doe ik dat eventjes. En dan gaan we zo nog even naar de mediamarkt, want de printer deed het niet. Misschien nu wel weer, dat is wel vaker. Dan probeert ze dat en dan doet hij niet. Dan gaat ze, we hebben altijd al pech gehad met die printers. Printers en koffiezetapparaat, echt. Dat was altijd, na een jaar, dan moesten we nieuw kopen. Deze heeft ze al een paar jaar, maar die is eigenlijk al vanaf het begin af aan. Dat doet hij het niet. En dan de dag erop probeert ze weer, doet hij het weer niet. En die dag erop probeert ze weer en dan doet hij het wel. Ja, dus helemaal stuk is hij niet. En zo hebben ze dat wel eens vaker.
Alleen nou probeert ze het al een heel tijdje, ja, een aantal dagen achter elkaar. En hij doet het gewoon niet meer. Dus ze zeggen, nou, ik probeer het nou nog één keer. We zijn nu in Leeuwarden. Als hij het nou niet doet, dan gaan we naar de mediamarkt en dan kopen we een nieuwe. Ja, het is niet anders. Dus, geen werkzaamheden op de boot. Jammer aan de ene kant, want ik had wel weer zin aan. Maar ik snap ook wel dat Gea daar ook niet zo in de kou wil zitten. Maar kijk, als ik de kachel aan doe, dat is prima natuurlijk. Dan heb je het hier zo warm. Maar ik moet er iedere keer naar buiten, dan weer naar binnen, dan weer naar buiten. Dus iedere keer de deur open, hè, om die kabels door te voeren en zo. En dan, dan blijft het niet warm binnen. Dus vandaar. Dus wij gaan... Ik ga even kijken of we de oprit op gaan halen, ja of nee. Zo, ik zit weer in de auto. En goed nieuws. Ja, de printer deed het net weer. Gek, hè? En doet hij het gewoon zo vaak niet. En in één keer doet hij het weer. Heel apart. Nou, wat gaan we doen? Maar dan hoeven we niet meer naar de mediamarkt. Nee, en het is nu bijna 11 uur. Ja, dat komt ook door een klusje vanochtend weer. Dan waren we, ja, is het allemaal net even wat later. Hè? Om nou nog echt iets leuks te doen, zeg maar. Is het eigenlijk te laat voor. We gaan nou even honing halen voor een nieuwe teer die misschien gaat werken op je rumma. Ja, Gea had weer wat gevonden. Maar was het ook alweer? Honing met kaneel. Kaneel en honing in warm water. Dus daar een thee van zetten, zeg maar. En er waren een hele hoop mensen van de 100, waren dat 77 of zo? Of 73? 73 is in Denemarken volgens mij die helemaal genezen waren. Dus pijnvrij. Ja, die had dus baat bij dat kopje thee. Ik weet alleen niet hoe lang dat gaat duren. Nee, ja, weet ik niet, maar je moet het elke dag gebruiken. Dus ja. We gaan het zien. We gaan het gewoon proberen. Dus dan gaan we nou even ophalen. Even naar de winkel. Ja, het ei heeft goed gesmaakt gisteren. We hebben weer een plekje voor de nacht gevonden. Ja, ik moet zo nog even deze video in elkaar flansen. En dan Gea die gaat zo even een beetje nasi voor me maken. Rijst met wat kruiden erop en dan kan ik dus weer gebakken ei erop doen. Ik vond het echt lekker. Het is niet echt gebakken eitje weer. Als je dus een gebakken ei gewend bent en je proeft dit. Het is niet 100% een gebakken ei, maar het komt wel heel dicht in de buurt. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.